It's all I wanna do. Yo, ik ben Chesto en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chesto. En vandaag ga ik een dag in mijn leven filmen. Dus als je deze video natuurlijk al leuk vindt, laat dan alsjeblieft blauw duimpje omhoog achter. Helpt me natuurlijk enorm. En ja, wat ik nu aan het doen ben is mijn pc heb ik even aangezet, zoals jullie hier wel zien. En daar zo ben ik dus gewoon eventjes naar mijn kanaal aan het kijken. En andere YouTubers aan het kijken, want dat doe ik 's ochtends wel als ik nog niks te doen heb. Maar ik moet nu maar even mijn economie nog gaan leren. Ik schat tegen mijn tas aan. Ik moet nu nog even economie gaan leren, want daar heb ik straks een proefwerk van. En ja, dus dat ga ik maar even doen. En dan zien jullie me straks wel als ik richting school ga. Of als ik dus mijn fiets pak of op mijn fiets zit. Dus in ieder geval, ik zie jullie zo meteen. Dus ja, ik ga nu even leren. Ik heb net even mijn economie geleerd en even wat gegeten. En het is pas 10:30 op dit moment. En ik hoef wel over 1.5 uur naar school, want ik begin pas om 12:30. En ik ga altijd een 30 minuten van tevoren weg, zodat ik altijd op tijd ben. Dat vind ik wel chill. Dus ik ga nog even wat achter mijn pc doen, even een video editen. En dan zien jullie me dadelijk wel weer. Dus ik ga gewoon even wat editen. Dus ik zet mijn monitor aan. 1. En even met mijn muis bewegen. Dan gaat hier mijn BenQ aan. En is mijn pc schijnbaar. Dus dan zie ik jullie zo meteen weer. Dus ik ga even kijken wat ik ga doen. En dan is mijn wacht tot 12:00. Dus tot zo. Het is bijna op dit moment 12:00. Dus ik ga op dit moment even mijn tanden poetsen. En dan ga ik mijn fiets pakken. En dan ben ik alweer onderweg naar school. En ja, dan heb ik 4 uurtjes les van onder een economieproefwerk. Wat niet zo chill is. Maar dat maakt niet uit. Die gaan we gewoon proberen goed te maken. Want dat is een van mijn allerlaatste toetsen van dit jaar. Donderdag heb ik ook nog een Duits proefwerk. En een Nederlands toets. Maar de proefwerk van Duits is een leestoets. Dus daar kan je niet voor leren. Voor Nederlands wel. Dus, ik ga nu mijn tanden poetsen. En dan hoop ik jullie ook te gaan zien dadelijk op mijn fiets. Dus ja, ik moet maar mijn tanden gaan poetsen. Ja, ik ben echt een oedlul, man. Jullie hebben een stuk van de vlog gewoon gemist omdat ik mijn telefoon niet had opgeladen. Wat een lul ben ik. Jullie hebben gewoon echt, denk ik, gewoon de helft van de vlog die ik wil opnemen, kon niet omdat mijn mobiel leeg was. Hoe dat komt, ik film dit dus nu. Wat ik dus was vergeten, ik had de opname op stop gezet, maar mijn camera stond nog aan en dan slaat je telefoon niet uit. Ja. Dan gaat je telefoon snel leeg. En dat is dus het probleem nu. Maar wat ik nu ga doen dus, is geven Skype met Sam. Oftewel acceptabel kanaal. En daarna ga ik nog even een videootje editen. En misschien even Counter Strike met Sam. En ik moet nog leren. Dus veel dingen moet ik nog doen. Maar ik zie jullie straks wel wat ik nog ga doen. En ik ga nu eerst even met Sam skypen. Op dit moment even CSGO aan het spelen met de gekke Sam en Huub. Dus ik ben dood gegaan, dus we kijken nu naar Sam. Nou, ik heb dus zojuist even lekker gegeten. Ik heb een touch op en dan is het tijd om dus aan mijn huiswerk te gaan. En ik moet dus een Duits leesdossier moet ik afmaken. Dan moet nog één, wacht, er moet nog één bladzijde van, dat is deze. En ik moet nog een Nederlands leren, want daar heb ik morgen nog alleen een toets van. En dan ben ik klaar met mijn toetsen. Dan heb ik alleen nog de week daarop, dus maandag les, dinsdag les, woensdag stadswandeling, donderdag sportdag. En dan vrijdag vrij. En dan heb ik zo een vakantie. Dus moet ik mijn boek alleen nog even inleveren. Dus dat is super chill. Ik heb al van mensen gehoord dat die al zo een vakantie hebben. Dat is natuurlijk chill voor jullie. Maar ik heb het ook zo spoedig mogelijk. En dan gaan er denk ik ook wat meer video's op mijn kanaal online komen. En het is natuurlijk gewoon een speciale video. Maar ik moet even mijn Duits huiswerk gaan doen. Dus ja, ik moet een Duitse serie gaan kijken. Of een Duitse talkshow. Dus wens me succes. Ik heb er zojuist nog even gegamed en geskyped. En ik ga op dit moment dus nog heel even mijn Nederlands leren. Want dat heb ik morgen. Daar moet ik even een goed cijfer voor halen. En dan ben ik gewoon klaar. Geen toets meer. Heb ik 0 onvoldoendes. En dan ga ik gewoon met een prima rapport over. Dus dan zijn mijn ouders ook fucking blij. Dus wat ik nu ga doen, is even leren nog. En misschien dat ik daar nog even Skype ga, dan weet ik niet zeker. Maar school gaat voor. Dus dat ga ik op dit moment doen. Dus ja, ik moet nog even 2 paragrafen Nederlands leren. Dus dat is zo gedaan.
Dus ja, let's go. Ik wou zeggen, jongens, ik ben nu klaar met mijn Nederlands leren. En ja, dan wordt dus morgen mijn laatste toets. En daar ben ik echt ziek blij mee, want dan heb ik gewoon geen stress meer aan mijn hoofd. Het enige wat er nog kan gebeuren is als ik voor deze toets lager dan een 3,5 haal. Wat denk ik niet gaat gebeuren, ga ik een tekort staan. Maar dat maakt echt gewoon helemaal niet uit eigenlijk. Want dan ga ik alsnog over. Dus ja, ik hoop natuurlijk niet dat mijn Nederlandse docent me naait. Want dat heb je al vaak genoeg gedaan, geloof ik. Maar ja, ik ben dus klaar met leren op dit moment. Wat ik nu ga doen is even mijn video editen die ik nog moet editen. Dan ga ik daarna even douchen en dan ga ik de hond uitlaten. En dan zit mijn dag al over op. Ik heb dan niet alles kunnen filmen omdat mijn telefoon als een mogol weer was uitgevallen. Omdat ik mijn camera aan had laten staan. Waarom, weet ik ook niet. Maar ja, dit was gewoon even een voorproefje van de vlog natuurlijk. Want ik ga, dat is over een hele tijd pas, ga ik naar First Look met Tim. Oftewel Dutch Legend. Oftewel Tim at Place. Want hij heeft verschillende namen. Ik weet nou niet wat zijn goede naam is. Want op Twitch heet hij Dutch Legend. En op YouTube heet hij Tim at Place. En ik ben wel van plan vaker een vlog te doen. Alleen niet zo vaak, want ik maak natuurlijk, zoals jullie weten, maak game video's. Omdat dat alles hier zo staat zo. En ik heb vroeger wel eens gevlogd, maar ik vind het wel eens leuk om gewoon in een weekendje te doen bijvoorbeeld. Maar niet als dagelijks iets. Dus misschien dat we op deze vlog wel 50 likes kunnen halen. Dus laat dan alsjeblieft. Ik zeg twee keer alsjeblieft. Laat dan alsjeblieft je blauwe duimpje omhoog achter. Want als we de 50 likes kunnen halen, ga ik wel eens vaker een vlogje doen. Maar dit is gewoon een dag in mijn leven. En dit is niet echt een vlog. Het is wel een vlog, maar niet echt van alles wat ik doe. Want ik heb ook sommige dingen vergeten natuurlijk op te nemen. Maar dit is natuurlijk een voorproefje om te kijken natuurlijk voor die vlog. Voor de Dutch, voor de First Look. Want daar ga ik natuurlijk sowieso vloggen. Ik ga ook proberen. Even kijken of ik hem kan laten zien. Deze bad boy hier. Ik weet niet of jullie hem zien. De Elgato. Die ga ik ook proberen mee te nemen naar de First Look. Om daar misschien een gameplay te capturen. Ik weet niet of dat natuurlijk mogelijk is. Dus daar moet ik nog even First Look mee in contact nemen. En ik moet deze zomer vooralsnog nog even een ID-kaart laten maken. Want die heb ik nog niet voor de toegankelijkheid. Maar wat ik nu dus even ga doen is mijn video editen. En dan zie ik jullie denk ik dadelijk weer als ik daarmee klaar ben. En dan even douchen. Dus ja, ik ga nu mijn video editen. Oké, ik ben op dit moment dus even de hond aan het uitlaten. En daarna ga ik dus de video bewerken. En dan is deze dag voor mij er alweer op. Dan moet ik morgen alleen nog de laatste twee toetsen maken. En dan ben ik klaar met toetsen. Dan heb ik simpelweg eigenlijk al een soort van vakantie. Alleen is het nog geen echte vakantie. Want ik moet mijn boeken nog inleveren. Maar ik film nu nog even mijn hond. En dan ga ik daarna de video bewerken. Dus ja, nu ga je gewoon even Troy zien. Nou, zoals jullie al hebben gezien, zit mijn dag erop. Ik heb mijn hond uitgelaten. Ik ga nu deze video editen. Dus, mocht je deze video natuurlijk leuk hebben gevonden, laat dan alsjeblieft een blauwe duimpje omhoog achter. Als we 50 likes kunnen halen, komen er meer vlogs online. En dan bedankt voor het kijken naar deze video. Dus mensen, tot de volgende keer. En zoals ik altijd zeg, laters.